Kane is in the building. And the Super Bowl. Eindelijk zijn we geraakt na een reis van 25 uur in Houston. En 7:30 morgens, de stad wordt wakker. Wij hebben onze accreditaties en wij maken ons klaar voor een heel leuke periode hier. Een vierdaagse met als hoogtepunt Super Bowl 51. John, het is de derde keer dat Houston de Super Bowl mag organiseren. En die Super Bowl, dat is ondertussen iets heel belangrijks geworden. Ja, absoluut. De Super Bowl is het grootste eendags sportevenement ter wereld. Geloof het of niet, maar het is nu eenmaal zo. Een paar cijfers om dit aan te geven. In de top 20 best bekeken tv-uitzendingen aller tijden staan er 19 Super Bowls. En er staat één andere uitzending, dat is de slotaflevering van MASH uit 1983 reeds. Andere cijfers, een record aantal tv-kijkers in 2015 voor Super Bowl 49. Dat waren er 114,4 miljoen alsjeblieft. En dan nog even over de reclamespots. Een 30 seconden spot, die kost zomaar liefst even 5 miljoen euro. En zo zijn er 40 bedrijven die spots gekocht hebben tussen de 30 seconden en de 2 minuten. En die kijkcijfers zullen opnieuw moeten aangepast worden. MASH zal nog een plaatsje zakken, zeker gezien de Super Bowl die hier staat aan te komen tussen Atlanta en New England. Live en exclusief te bekijken op Eleven Sports. Er zijn natuurlijk nog andere zaken aan de gang in de Verenigde Staten. Niet dat we die willen negeren, maar onze focus ligt toch vooral op het feest dat Super Bowl 51 moet worden. Dus met andere woorden, volg onze avonturen op de sociale media en tot in de volgende aflevering.